Het nieuwe tariefstelsel van de NV Energiebedrijven Suriname zal corruptie in de hand werken. VHP-volksvertegenwoordiger Assis Kumar Gayadin vindt dat er een tariefstelsel gehanteerd moet worden waarbij afnemers betalen voor dat wat zij gebruiken. Slechts personen die ondersteuning nodig hebben, moeten gesubsidieerd worden. En daar zeg ik kritisch naar de regering toe. Laten we niet allerlei stelsels introduceren die juist meer corruptie in de hand zal werken. Voorzitter, ik zal kijken wat de regering hierop, wat voor antwoord men geeft. Anders kom ik nog dieper hierop in, omdat wij één sociaal stelsel, zoals we hier hebben opgenomen, een sociaal vangnet, dat we één sociaal vangnet hebben om iedereen te ondersteunen. Voorzitter, het mag nooit zijn dat geachte minister, ik weet niet, hij ziet er wel arm uit, ik weet niet of hij een buitenhuis heeft, maar stel hij zou een buitenhuis hebben, dan zou u zien dat omdat hij daar weinig gebruikt, dat hij zelf gesubsidieerd wordt. Of de voorzitter van het parlement heeft ergens een buitenhuis en dat gesubsidieerd. Nee, waar ik naartoe ga, voorzitter, de subsidie moet naar de personen gaan die het nodig hebben. Behalve Gayadin hebben ook andere parlementariërs twijfels over het nieuwe tariefstelsel. Rabin Permisser zei dat de verhoging van de tarieven uiteindelijk zal leiden tot prijsstijgingen. Ook zullen kleine en middelgrote bedrijven hieraan kapot gaan.